Ja. Die wil dus die ladder er niet bij zitten. Nee, nee. Ik dacht van nou, hij dreigt even en dan laat hij het gaan. Nee, nee. Hij zet door. Ja, ik pik het niet. Ik pik het niet wat die Timmermans over mij heeft gezegd. Ja, die groengoeroe, ja, die ging eventjes, ja. Het werd dan een beetje weggemoffeld onder het motto van een verspreking. Hè? Want hij zou het niet nalaten om alles aan te doen dat Wilders niet aan de macht kwam. Maar hij zei, we zullen niets nalaten. Nou ja, en dat, ja, dat neigt een beetje naar van, ja, alles is mogelijk. Dus dat was inderdaad een foute opmerking, een hele foute opmerking. En die Wilders die zegt, ja, ik heb er helemaal geen zin in. En ik ga aangifte doen. Toen ging die Timmermans, die begon gelijk van, ja, maar zie je die Wilders, die kan niet tegen kritiek. Nee, als die kritiek krijgt, dan slaat hij als een wilde om zich heen. Nee, nee, zo is het niet. Nee, Timmermans, jij slaat altijd als een wilde om je heen. Met allemaal bagger over Wilders. En daar heeft Wilders nu geen trek meer in. Nee, want hij snapt ook wel, Wilders, dat hij voor een rechter geen kans maakt. Met dit verhaal. Nee. Dat begrijpt Geert ook wel. Maar Geert wil wel eventjes ten eerste aan de achterban van de PVV laten weten. Wij zijn strijdbaar en we laten ons niks meer vertellen door niemand niet. Ook niet door al die deugneuzen. Nee. En politiek correct. Daar hebben we geen trek meer in. En ten tweede wil hij eventjes aan Timmermans en de goeroe laten weten. Jij kan maar niet alles over mij zeggen. Jij kan maar niet maar met die bagger blijven gooien. Want als je dat doet, nu drukt hij me een beetje in de hoek. Ja, en daar zit hij toch om. Ja, voor hij doet de aangifte, moet ik toch. En dan gaat allemaal. Vrienden, dat is de hele bedoeling van Wilders. En ja, ik ben het er helemaal mee eens.